We gaan verder met wat het concept de bezoeker biedt. Feitelijk biedt de recordfabriek de bezoeker een dag waarin hij of zij kan genieten van sport en spel als bezienswaardigheid, belevenis of attractie. De recordpogingen nemen uiteraard de centrale positie. Bezoekers die op het evenement zullen afkomen, houden van uitdaging, ze willen ervaring opdoen en misschien hun grenzen verleggen. Door mee te doen aan dit evenement kunnen ze dat allemaal verwezenlijken. Bezienswaardigheid. Spannende, grote, kleine, extreme recordpogingen zullen veel bekijks trekken. Voor de gewone bezoeker die zelf niet meedoet aan de recordpoging, zal dit het belangrijkste zijn om op het evenement af te komen. Belevenis. Voor de deelnemer die zelf meedoet aan het evenement met een eigen bedachte recordpoging, of met een door de recordfabriek georganiseerde grote recordpoging, zal de dag een hele belevenis zijn. Hij of zij zal gespreksonderwerp zijn en wanneer haar of zijn recordpoging verbroken zal worden, zal zij of hij dit zeker niet snel vergeten. Attractie. Het evenement zal een attractie zijn voor mensen die met grote recordpogingen meedoen of waar meerdere mensen iets tegelijkertijd uitvoeren en gezamenlijk tot een prestatie komen. De doelgroep. Gaan we verder met de doelgroep. De doelgroep is onder te verdelen tussen deelnemers en bezoekers. De deelnemersdoelgroep is breed. Vanwege de mogelijkheid om zelf recordpogingen te bedenken en in te zenden, zijn ook mensen met verschillende leeftijd, interesse en achtergrond de doelgroep die de recordfabriek wil aanspreken. De mensen die een unieke eigenschap bezitten, zoals extreem lang haar of tientallen piercings in hun gezicht, of mensen die door een nog nooit vertoonde recordpoging iets unieks willen neerzetten, horen ook tot de doelgroep waarop de recordfabriek zich richt. Mensen die tevens hun grens willen opzoeken, het uiterste willen opzoeken en van extreme houden binnen hun eigen interesses, behoren ook tot deze doelgroep. De bezoekersdoelgroep bestaat uit mensen die een gebeurtenis willen zien die nog niet is vertoond. Er zal echter ook een specifiekere groep bezoekers het evenement bezoeken. De Nederlander die waarde hecht aan een dagje uit, sportief vermaak, spanning en sensatie en de wetenschap behoren tot de doelgroep. Deze mensen zullen van actieve doe-uitjes houden, de lanterzee in de lucht bijvoorbeeld bezoeken, kijken naar Domino Day, het wetenschappelijk museum Nemo in Amsterdam bezoeken of naar het circus gaan. De deelnemers zijn tevens ook bezoekers. Nadat zij hun recordpoging hebben geprobeerd te doen, zijn zij voor de rest van het evenement ook bezoeker. De doelstellingen. De doelstellingen die Recordfabriek wil bereiken. De recordfabriek wil kwaliteitsvermaak bieden, innovatief blijven, Friesland promoten, naamsbekendheid via het evenement werven en nauw samenwerken met lokale ondernemingen. De doelstellingen die vanuit de provincie Friesland zijn opgesteld zijn voor 2010 een toeristische groei van 15% behalen en wil de provincie voor 2010 de top 5 binnendringen van meest populaire toeristische bestemmingen in Nederland. De tijd en plaats. Recordfabriek zal dus 4 keer per jaar plaatsvinden. In het najaar, de herfst en de winter zal het evenement indoor plaatsvinden. In het voorjaar, de lente en de zomer, zal het evenement outdoor plaatsvinden. Ieder seizoen is dus gekoppeld aan een van deze locaties. Records zullen ook hiermee te maken krijgen. Met betrekking hierop is dus belangrijk dat ook de locatie zorgvuldig is uitgezocht, zodat ook deze de juiste voorzieningen heeft om de recordpogingen te ondersteunen. Voor het indoor locatie is het VEC in Leeuwarden gekozen en voor de outdoor locatie is het strand in Makkum gekozen. Ook de tijd speelt een belangrijke rol. Omdat sommige records afhankelijk zijn van het weer, zijn er data gekozen wanneer het weer het gunstigst is in het seizoen. Deze data zijn voor de lente met het thema lucht 12 mei, voor de zomer met het thema water 6 augustus, voor de herfst met het thema aarde 18 november en voor de winter met het thema vuur 17 februari in 2007. Dan verder met de aanmeldingsprocedure. Om aan het evenement mee te kunnen doen zijn er een aantal stappen die potentiële recorddeelnemers zullen moeten doorlopen. Eerst moet men zich inschrijven op de website van de recordfabriek. Er zijn vele bestaande records waaruit mensen kunnen kiezen. Men kan records trachten te verbreken, waarbij ze
waarbij zoveel mogelijk deelnemers iets tegelijkertijd moeten uitoefenen. Ook is er uiteraard de mogelijkheid om een nieuw concept, een nieuw record te introduceren. Hierbij is het belangrijk dat nieuwe records bepaalde vaardigheden vereisen van de deelnemer. Ook moeten andere mensen over de hele wereld de kans hebben om dit record te kunnen verbreken. Mocht het record niet bestaan, dan zullen er richtlijnen en regels door de recordfabriek in samenwerking met Guinness Book of Records worden opgesteld. Vervolgens zal de recordfabriek recordpogingen gaan selecteren op spektakel en amusement. Als voldoende recordpogingen zijn aangemeld via de website en de recordfabriek organisatie voldoende in het thema passende recordpogingen heeft kunnen selecteren, zal de organisatie de recordpogingen officieel gaan aanvragen. Dit zal gebeuren bij het Guinness World Records Company. Guinness World Records organiseren en reguleren al decennia lang alle recordpogingen en brengen ieder jaar het wereldberoemde Guinness Book of Records uit. Mensen die een record te boek zetten, krijgen van Guinness World Records een certificaat en worden lid van het exclusief gezelschap van recordhouders. Deelnemers die zich willen aanmelden voor de grote georganiseerde recordpoging vanuit de recordfabriek, zullen een mail toegestuurd krijgen met de exacte gegevens van het bestaande record en de doelstelling om dat bestaande record te verbreken. Mensen die een recordpoging wagen zullen dat echter op eigen risico doen en de recordfabriek en Guinness World Records Company zijn er niet voor aansprakelijk. Gaan we verder met de unique selling points. Wat zijn deze van dit concept? Allereerst de interactiviteit. Doordat de consument zichzelf kan opgeven en mee kan participeren aan de verschillende recordpogingen die de recordfabriek uitzendt, voelt de deelnemer zich persoonlijk betrokken bij dit concept. Verder de prestatie. Mensen houden van winnen, mensen houden van competitie, mensen houden van iets neerzetten. Het is spannend om te zien of de deelnemers die meedoen aan de recordpogingen ook daadwerkelijk dat gaan halen. De uitdaging natuurlijk. De uitdaging om iets unieks neer te zetten wat ook geregistreerd zal worden, is wat mensen zal drijven. De uitdaging maakt het evenement leuk, spannend, maar ook komisch om naar te kijken en om aan mee te doen. En de originaliteit. Recordfabriek is een origineel concept. Anders dan Domino Day laat zij haar bezoekers zelf deel uitmaken van het evenement. Communicatie en promotie. Marktinformatie. Een recordfabriek is, zoals u weet, een startende onderneming die voor het eerst dit jaar evenementen zal organiseren omtrent de recordpogingen. Zij wil naast bekendheid werven met haar eigen grote recordpoging, maar vooral door de bezoeker en de deelnemer de kans te geven om met eigen recordpogingen zelf deel te nemen aan het evenement. Op dit moment is uiteraard de bekendheid van de recordfabriek als merk vrij laag. De recordfabriek wil voor de toekomst een soortgelijke naamsbekendheid verwerven als een evenement als Te Land Te Zijn in de Lucht. De marketingdoelstellingen. De recordfabriek wenst een bezoekersaantal van 5000 te bereiken in het eerste jaar. Ook wil zij een deelnemersaantal van 1500 bewerkstelligen. Marktleiderschap. Maar nog belangrijker is eigenlijk de goede samenwerking met de lokale ondernemingen. Door samenwerken met lokale ondernemingen kan het vruchtbaar zijn voor zowel de recordfabriek als voor lokale bedrijvigheid hier in Friesland. De communicatiedoelstellingen, de naamsbekendheid voor recordfabriek realiseren en bekendheid via de producteigenschappen, merchandising en website genereren. De boodschap van de campagne, voor iedereen die een recordpoging wil neerzetten, de recordfabriek is dé manier om jouw record te vestigen. De campagne is verder thematisch. De tone of voice van de campagne zal voor alle vierde evenementen hetzelfde zijn. Deze zijn activerend en overtuigend, niet agressief, maar wel informatief. Dat kan de consument ook van de evenementen van recordfabriek verwachten. De timing van de campagne. Mensen hebben een bedenktijd van tenminste 1 maand nodig. En ook voor het inschrijven geldt een deadline van 3 weken voor de evenementdag. Op deze manier kunnen de mensen en de recordfabriek zich voorbereiden op de records. Mensen kunnen zich dan inschrijven via de website. De website. De website is het belangrijkste communicatiemiddel van de recordfabriek. Voordelen hiervan voor de organisatie is dat het goedkoop is, goedkoop te onderhouden is en 24 uur per dag bereikbaar is. De website is tevens bedoeld voor het verstrekken
van informatie over de recordfabriek zelf. Mensen kunnen zich hier opgeven om mee te doen aan de recordpoging, om hun eigen recordpoging naar voren te brengen. En informatie te verkrijgen over aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. Men kan oude records terugvinden en terugzien. Ook is er een plek ingericht voor sponsors of partners die met de recordfabriek zouden willen samenwerken. Er is business-to-business informatie terug te vinden en er is mogelijkheid om je aan te melden als sponsor. Voor de sponsors geldt dat voor de lokale ondernemingen een groot evenement zoals de recordfabriek heeft vele middelen en faciliteiten nodig. Daarvoor kunnen de lokale ondernemingen bij het concept worden betrokken. Het sponsoren van de recordfabriek kan voor hen gunstig zijn vanwege de grotere naamsbekendheid die de recordfabriek wil opbouwen. En het afzetten van hun product op de evenementdagen. Een recordfabriek stimuleert de bedrijven om mee te werken aan het evenement. Er vindt een soort wisselwerking plaats. Omdat de lokale ondernemingen hun product dus kunnen afzetten en dienst kunnen leveren aan de recordfabriek. En de recordfabriek zorgt op haar beurt voor exposure voor deze bedrijven. Het Guinness World Records Company is verder een hoofdsponsor. Het GWR zorgt ervoor dat de records officieel erkend worden en is daarom een belangrijke partner van de recordfabriek. Records zullen geverifieerd worden en recordhouders zullen lid worden van dit gezelschap. Oké, we sluiten af met deze presentatie. We sluiten deze presentatie af met een promotiefilmpje. We danken u voor uw tijd en aandacht en na het filmpje zal er nog een mogelijkheid zijn om vragen te stellen en van een hapje en een drankje te genieten. Thank you.